Sony Media. Ik ben Isa Roes. Ik ben Mark-Marie Huibrecht. Welkom bij Mark-Marie en Isa vinden iets. Hoeveel sterren geven wij? Barbies. Nou ja, welkom bij... Hallo. Mark-Marie en Isa vinden iets. Dat zeg je eigenlijk nooit bij de titel. Terwijl wij vinden van alles. Ja, wij vinden van alles. En waar gaan we vandaag allemaal dingen over vinden? Nou, kijk eens wat daar ligt. Ja. Het blad zegt het al. Thema is Barbies. Ja, Barbies. Maar dus echt, dus niet de film Barbie. Nee. Daar zullen we het zeker ook over hebben. Maar gewoon het gegeven Barbies. En daar gaan we het straks over hebben. We beginnen natuurlijk met deze week. Dan hebben we een suikeroom. Ja, HelloFresh. HelloFresh. Ja, en dan hebben we natuurlijk ook nog onze etiketten. De moderne etiketten. En dat was deze week. Deze week. Je hebt beloofd mee te gaan als plus one naar een bruiloft. Tot wanneer kun je dit afzeggen? Ja. Nou, heel veel reacties ook weer op. Grappig. Straks allemaal over hebben. Oh. Hoe was je week? Hoe was mijn week? Nou ja, ik ben naar Oostenrijk gereden. Nou. Deze week. Een opineertje. Voor de autorit heb je drie struiken ergens geplant. Het is makkelijk dit. Het is te makkelijk. Want jij vliegt wanneer? Maar goed, hoe was Oostenrijk? Nou, Oostenrijk is... Ik ben nog nooit... Nee, dat is niet waar. Nee, ik ben niet nog nooit in de zomer in Oostenrijk geweest. Volgens mij als kind wel eens een keer. Ja, het is toch wel fantastisch in die bergen. Ja, ja. Oh, en dat het gewoon groen is. Ik ben wel eens namelijk op wintersport ook natuurlijk in dat soort landen geweest. Ik hou niet van skiën hoor, by the way. Maar dat het gewoon... Nee, mag ik niet zeggen. Maar ik vond het heel mooi. Heel mooi groen, blauwe lucht. Toch ook nog af en toe wit sneeuw ergens zien. Frisse lucht. Ik vond het heel fijn. Ja, want het is van culinair Oostenrijk vind ik altijd vaak... is best ingewikkeld, omdat het vaak daar... Varken eroverheen iets. Was dat ook jouw ervaring? Nee. Oh. Wat had je dan? Hele andere dingen. Het was een menukaart ten eerste. Maar we zaten in een hotel waar ze echt heel goed kookten. Oh. Dus het was een spa-hotel. Met allemaal heerlijke behandelingen. En heel lekker eten. Oh, okay. Je kon kiezen elke avond. Uit een voorgerecht had je 3 keuzes. Hoofdgerecht 3 keuzes. Ja. Ze hebben uitgepakt hoor. En ik heb nergens vark op varken zien staan. En heb je schwein eraf? Oh, was dat en het? Heb je allemaal behandelingen gehad dus? Ja. Pakkingen en zo? Nee, ik heb een heerlijke pedicure gedaan. Heb ik nog nooit in mijn leven gedaan. Een voet. Dus ook nageltjes lakken. Er zit nu een leuk kleurtje op. Ik had, ik weet het niet. Zien, mijn vader had... Mijn moeder had een pedicure. Die had een pedicure? Ja, die is in huis. Overgestorven. Hè? Dus die had haar pedicure die altijd langskwam. Die kwam aan huis. Ja, mijn moeder had dat ook. En dat was mevrouw Mollevanger. Zo heette die. Mollevanger? Mollevanger. En dus haar man heette Mollevanger. En die was een leeuwentemmer. Die hebben elkaar leren kennen in het circus. Ah. Nou, dat vond ik zo romantisch. En was zij als gast in het circus of werkte zij er ook? Voordat ze pedicure werd? Ik weet niet of zij nou ook of dat ze daar gewoon als gast was. Dat weet ik eigenlijk niet. Maar hij was zeker een leeuwentemmer, ja. Ja, dat heeft hij niet verzonnen. Nee, dat was echt gewoon, dat was zijn beroep. Maar het lijkt me ook zo moeilijk als je dan met je man thuis komt voor je ouders. En je zegt dan, goh, wat doe je? En iemand zegt dan, ik ben een leeuwentemmer. Want dat hoor je gewoon toch niet heel vaak. Nee. Maar goed, dus je was in Oostenrijk. Dat, en dat was heel fijn. En ik liep vanmorgen, liep ik op straat, wilde ik nog even vertellen. En zag ik een speldje liggen. Zo'n haarspeldje van een meisje. Zo'n figuurtje erop. En dat je dan denkt, oh ja, daar ga ik zo altijd over nadenken. Van, oh, dat is dan een meisje, is dat verloren. En dan 's avonds denkt ze, oh, dit is mijn lievelingsspeldje. En toen moest ik weer denken aan dat ik dat van de week... En die moeder is net overleden, dus het enige wat ze nog heeft van die moeder... is het laatste wat ze nog heeft. Dus het speldje is echt veel nog erger. Het is echt verschrikkelijk. Dat had ik nog niet bedacht. En die vader heeft een nieuwe vrouw en daar kan ze helemaal niet meer op zitten. Dus het enige wat ze heeft is... s'nachts gaat ze op een slaapkamertje, gaat ze aan het speldje zitten kijken. En dan gaat ze dan... Het speldje is weg. Dus had ik het dan maar meegenomen. Ja. Nee, maar dus dat deed me denken aan iets dat ik een keer 's avonds
bij de vuilnis zag ik ook zo'n poppetje, maar echt op een vuilniszak zitten. Ja. Dus ik dacht, oh, dat heeft iemand daar neergezet. Van ja, als je kwijt bent, misschien. Maar dat zou ik alleen nooit bij het vuilnis zetten, want nee. Ja, het wordt toch een keer opgehaald en dan denken mensen, moet ja. meenemen. Dus ik, maar het was een heel mooi beeld in het donker. Toen had ik een foto gemaakt en op Instagram gezet. En toen reageerde mijn buurvrouw. Oh, zei ze. Oh, dat is echt maar wat gescheiden was. Oh. Oh, dat is het popje van mijn dochter. Heeft hij dat mij toch op vuilnis? Dat je echt denkt, oeh, dat had ik beter niet kunnen delen. Jee, dat heeft gewoon nog een rol gespeeld in de scheiding. Nee, zwaal. In de vechtscheiding. Misschien in de vechtscheiding. Ja. Volgens mij zijn ze oké samen. Hoe was jouw week? Ja, mijn week was prima. We zijn gisteren naar de parade geweest. En wij als in Utrecht, wij in Isa en ik. Ja. En dat vond ik heel erg leuk. En ik was in de korte tijd nu twee keer in Utrecht. Ik was de dag ervoor in Utrecht met een vriendin van mij, met Monica. En we zaten op het terras. En toen kwam er een man langs. En die man die gaf mij een hand. En hoe is het met jou? Maar ik zag wel dat hij uiteindelijk dak of thuisloos was in ieder geval. En dus op een gegeven moment zei ze, goh, maar kan ik je ergens mee helpen? Ze zei, ja, wat geld, want ding. Nou, dus ik pakte zo in mijn ik heb zo'n tas. En dus ik pakte zo €5. Zegt hij, €5? Ik zie ook nog €20 zitten. Ik zeg, ja, maar ja, nee. Ik had voor jou wel €100 verwacht, zei hij. Ik zeg, ja, maar ik zeg, ja, dit vind ik echt vervelend. Zo ik werkt zeg, het niet. Ik zeg, ik geef jou iets uit de goede van mijn hart en zo. En nou is het niet genoeg. En, hij bleef maar staan. Dus toen zei ik zeg, goh, ja, wil je iets eten dan? Zegt hij, ja. En we zaten bij de bakkerswinkel. Dat is heel leuk. Daar zaten ze op terras. Zekerlijk. En dus ik liep zo naar binnen. Ik zeg, heb je iets voor hem om te eten? Zegt hij, ja, dit vindt hij volgens mij wel lekker. Oeps. Dat was zo'n hele grote, hele zware kaas. Ja, kaasbroodje, broodje, maar heel zwaar. Dus ik gaf er zo aan hem, nou, dankjewel, toen liep je weg. Toen zat ik zo, kwam hij terug, zegt hij, maar koffie erbij? Ik zeg, ja, nou ja, vraag maar koffie. Dus die ding was wel een beetje droog. Dus ik dacht, ja, dat is ook wel lekkerder met koffie natuurlijk. Dus had je zelf al eerder kunnen bedenken. En misschien een kamer om even top te eten. Dus ik ging naar binnen zetten voor koffie. En toen kreeg hij dus koffie. En toen liep hij eindelijk weg en zo. Toen ging ik afrekenen. En toen hadden ze dat niet op de rekening gezet. Ah. Maar ik zei, nee, dat moet je wel op de rekening zetten. Want ik zeg daarvan hier en hier. En ik, ja, dat heb ik gegeven. Ja. Dus dat hoef je echt niet af te... Dan ga ik wel afrekenen. Dus heb ik afgerekend. Maar ik vind het altijd zo raar als mensen dan het niet genoeg vinden. En dan... Ja, dat vind ik altijd pijnlijk geheel. Maar je had net zo goed die €20 kunnen geven. Daar kwam het een beetje op neer. Ja, daar kwam het een beetje op neer. Maar ik vind het fijn om iemand iets te geven waar die meteen iets aan heeft. Dat ik denk... Maar Utrecht vind ik wel een leuke stad. En wij waren dus gisteren ook op de parade. De parade staat daar. Het is wel heel veel kleiner en dicht op elkaar. Maar, want Den Haag staat de parade altijd het mooiste. Dat staat zo heel breed. Ja, supermooi. En, maar in Utrecht was wel heel gezellig. En we hebben heel leuke voorstellingen gezien. Hele mooie voorstellingen. Ja. Ontroerende voorstellingen, grappige. Ja, Met Gezwel, dat is een hele mooie voorstelling. Ja. Daar moet je zeker ook naartoe gaan. En Siegfried en Roy hebben we gezien. Was ook heel erg leuk. Ja. En de voorstelling van Sanne Wallis. Ook leuk. Ook leuk. Dus genoeg te zien. Genoeg er zijn te nog zien. Veel meer dingen die leuk zijn. En Siegfried en Roy was leuk, want daar had ik een podcast over gehoord. Dus ik kende heel het verhaal van die... Dat zijn twee... Kennen jullie Siegfried en Roy? Nee. Oh nee, dat zijn in Las Vegas waren dat twee van die illusionisten. Een echtpaar ook. Ze waren samen en ze hadden van die hele grote tijgers en zo. Daar deden ze allemaal dingen mee met het publiek erbij. Dus en die waren een soort van los bijna. Ja, dus, er zijn helemaal geen hekken of. Er is niks tussen het publiek en bizar, die. Bizar. Aan een heel klein lijntje liepen die zo over het toneel. En er was geen hek tussen het publiek en tussen die tijgers. Ja. Dus dat was eigenlijk absurd. Dat zou ik nu niet meer kunnen. Maar goed, dat was toen deden ze zo. Ik las laatst, in een heel ander verhaal, dat nog steeds niet is uitgezocht. Nou, wel uitgezocht, maar ze zijn niet achtergekomen waarom wij gapen. Oh, en ik gaap veel? Nou, en niemand weet waarom. Is dat je verhaal? Dat is niet mijn hele verhaal. Ik had er net al een heel verhaal. Maar wel, dat vind ik een wonderlijk iets. Dat is toch zuurstoftekort? Is dat helemaal niet waar? Nee, dat is helemaal niet waar. Dat dacht ik ook altijd al van onzin, volgens mij. Ja. Ah, oké. Dus
Zijn er heel veel dingen, want iedereen denkt altijd de medische wetenschap is heel ver. En de medische wetenschap is ook echt wel, die hebben achter heel veel al uitgevonden, weet je wel, van hoe het komt te verbloeden en zo. Maar gapen weten ze gewoon niet. Ze zijn nog steeds niet achter. Zoals ze ook niet erachter zijn, hoe nou precies narcose werkt. Die ze je toedienen? Ja, daar doen ze maar wat mee. Dan gokken ze zo'n beetje en dan denken ze, nou, dit leert de ervaring dat het zo ongeveer werkt. Als ik dat instop, dan zijn ze zo lang onder zeil. Maar dan weten ze niet helemaal precies. Dat is een soort... Ga ik uitzoeken, vind ik. Dan ga je uitzoeken. Ja, dat ben ik heel benieuwd. Wil ik volgende week dan wel eens... Narcose. Of dat klopt. Ja, daar heb ik misschien wat meer tijd voor nodig, maar ik kom erop terug. En ik heb heel goed nieuws. De eekhoorn is terug. Ik heb een eekhoorn in de tuin. En die heb ik één keer gezien, dus heel lang geleden. Dat was tijdens met mijn andere podcastpartnertje, vriendinnetje. Ja. En, maar nu is hij dus terug. En ik stond zo in de keuken, zo een beetje zo naar de tuin zo te kijken. Staren. Ik weet niet, zo, ja. En toen zag ik hem ineens zo schieten bij een boom. En toen pakte ik mijn telefoon. Ik denk, dan ga ik filmen. En toen, maar door het enthousiasme heb ik zie je het begin ervan. En dan zie je het aanrecht. Dus toen ik doe mijn enthousiasme te dichterbij gestaan. Toen heb ik de camera zo gedaan dat je ziet hem dus niet. Wat want ik dacht, zonde. Nou heb ik hem. Ja. En dan kan iedereen ook zien dat hij echt bestaat. Want ja, want dat een beetje is zo van lacherig over. Eekhoorn. Ja, lacherig hoorde je dat. Ja, ik hoor heel veel mensen daarover praten. Ja, dus het is een rode... een rode eekhoorn. Met een blauw strikje? Nee. Okay. Nee, maar het is echt, het is superleuk. Ah. Want nu zit heel de tijd die verwachting in die tuin. Hij kan komen. Ja. Maar goed, hij is een jaar niet geweest. Dus hij is er dus weer. Dus daar ben ik hartstikke blij mee. Ah, leuk. Ja. Barbie. Ja, de Barbies. Heb je wat met Barbies? Zeker. We hadden dus vroeger heel veel Barbies. Want mijn zussen die speelden daarmee. En ik kreeg de Ken Barbie pop. En, kreeg als in? Een keer voor je verjaardag? Met Sinterklaas zo. En wij hadden een camper. Ja. Zo'n oranje. Had jij ook Barbies? Ik ken de camper, ja zeker. Had jij die ook, die camper? Mijn zus had allemaal Barbies. Ja. En dus ik heb echt... Hoeveel ouder is jouw zus? 10 jaar. Oh. Ja. Oh. Nee, maar bedoel, die had dan nog heel de... Die had nog moeten we even alles stoppen. Die had de allereerste Barbie nog. Nou, zo. Dat, die was heel... dat vraag ik me af. Nou, ze stuurde een foto. Want ik had gevraagd, heb jij nog die Barbies? Ja. En toen stuurde ze een foto en er was één van die Barbies. Nou, ga ik door jouw verhaal heen, maar komen we dan zo wel weer op terug. Maar één Barbie had rood haar. Rood haar? Ja, met een beetje sproeten. Rood haar. Ja. Ik herhaal het nog een keer. Ik kan het nog een keer zeggen. Rood haar, mensen. Met sproeten? Ja, en er was ook een jongetje. Die had ook zo sproetjes. Die was kleiner. Ja, het is zo... Maar die bestaan allemaal niet meer. Die ja, soorten. Officieel bestaan ze dus eigenlijk nog wel. Want ze heeft ook een achternaam, hè, Barbie. Ja. Hoe heet ze ook alweer? Roberts. Ze heet eigenlijk Barbara Millicent, hè? Ja. Barbara Millicent Roberts. En ze heeft allemaal zussen en broers. Dus ze heeft Kelly, Shelley, Chelsea, Christina, Anastasia, Skipper... en een tweeling, maar die tweeling is uit de handen gehaald. Er waren Tutti en Tots. Ja, maar volgens mij die jongen, die is er volgens mij ook niet meer. Oh, dat is Tots. Dat was een broer. Ja, een tweelingbroer. Oh, dus ze hadden Tutti en Tot. Ja. En Tutti en Tot die zijn uit de handel gehaald. Ja. En Ken die had als achternaam Carson. Oh, waarom? Ken Carson, ja, weet ik niet. Ja, want die achternaam van Barbie die was weer volgens mij... omdat het bedrijf waar die vrouw voor werkte... dat was die naam of zoiets, nou ja. Ja, dus dat is op zich heel grappig. Want de ouders van Barbie, die heetten George en Margaret Rollins Roberts. Ik wist helemaal niet dat daar een hele familie was. Dat die Barbie echt zo'n heel gezinsleven had. Nee, wist ik ook niet hoor. Nee. En wij hadden ook de Cher Barbie. Als in de zangeres? Ja, de zangeres. Ah. Mijn vader had die meegebracht uit Amerika. Wauw. En ja... Maar daar hadden we echt wel heel snel al de haren van afgeknipt. Want die hadden heel lang haar. Ja, dat was te onhandig. Verleidelijk om daar een keer op een middag, als we zin hadden, gewoon af te knippen, ja. Want jullie dachten, dat groeit wel weer aan. Nee, maar ja, dat is stom. Want dat was natuurlijk wat Cher de Cher-pop maakte. En toen was het gewoon een, ja... Dat was gewoon een pop. Een vrouw met een heel slecht kapsel. Ah. Dat was wel jammer, ja. Maar speelden jullie veel met de Barbies? Ja.
Jullie? Ja, ik. In mijn eentje. Oh, in je eentje? Afzielig, hè? Nee, maar je had wel kan er een zielig muziekje onder? Nee, ik speelde in mijn eentje met de Barbies het liefst. Oh. Ja. En, dan, en wat speelde die dan? Hele romantische verhalen. Tussen Barbie en Ken. Oké. Okay. En dan die rode, dat was een beetje een soort de foute vrouw. Dat je echt denkt, ja. Hoezo kwam dat, waar kwam dat allemaal vandaan bij mij? Ja, maar dat was een foute vrouw. Het was een beetje een foute vrouw. Of het was een ex. Of het was iemand die hun uit elkaar wilde krijgen. Dat soort dingen speelde ik allemaal. En dan waren die twee. En je was 23 of zo. Ik was 4. Zo klinkt het een beetje. Nee, maar echt wel een beetje in mijn hoofd. Ik had van dit soort fantasieën. Oh. En dan ging ik ze aankleden. En we hadden ook een poppenhuis. En dan dacht ik, het was best een groot poppenhuis. Ja. Niet van Barbie. Oh, niet van maar Barbie. Maar gewoon een poppenhuis. Dacht, nou, dan konden ze best een beetje. Overdwars. Als je dat een beetje ver weg zetten. Dan kon ik zo dat voor me zien. Dacht, dat is dan een huis. En dan zitten zij hier. Ja, ik had hele verhalen met Barbies. Oh, ja. Ik vond, en dat vind ik nog steeds, ik heb ze al heel lang niet meer gezien, maar ik vond het vroeger altijd heel erg fascinerend hoe die kleding, hoe je dat kon kopen. Want dat was in een soort, waar ze nou zeg maar ontbijtspek in doen. Zo ja, in dat plastic, hè? In plastic, en dan was het helemaal zo uitgestanseld. Ja. En dan had je zo'n jurk plat, en dan schoenen plat, ja, en dan jas, en weet ik van wat. En dan, dat hing in Van Nuneboes heette dat in Tilburg, was een... Nuneboes? Ken je dat? Nee, maar het is een soort vaag, denk ik. Ja, er was een speelgoedwinkel Van Nuneboes, en daar hing dat zo als papieren... dikke kartonnen kaarten aan een haakje. En dan kon je zo kijken doorheen. Welke je wilde hebben. Dat vond ik echt fascinerend. Dat was zo mooi verpakt. Maar zij schijnt meer dan 1 miljoen schoenen te hebben. Ongelooflijk, ja. Dat is toch eigenlijk ongelooflijk. Ja, het zijn natuurlijk zulke schoentjes, maar toch. Ze is ook niet echt, hè. Dus op zich. Weet je wat de duurste Barbie ooit is? Die heb jij vast opgezocht. Ik ook. Welke heb jij dan gevonden? Hoe duur was die jouwe? Met een diamanten ketting en een ring. $302,000. 500. Oh. Ja. Ik heb het afgerond naar beneden. Nee, maar dat vind ik altijd, dit vind ik nou bijvoorbeeld altijd een beetje verneukeratief. Want dan doen ze ook van, oh, dit is de allerduurste trouwjurk ooit. En dan is die trouwjurk is dan 3 miljoen. Maar die zit dan helemaal bezaaid met diamanten. Ja. Dat is het. Ja, maar die diamanten zijn dan zo duur. Ja. Dan is het niet zozeer dat die jurk dan heel duur is. Want als je, dus het is hier ook. Die heeft gewoon een heel duur collier om. En een ring. En een ring. Ja, en daarom is die Barbie zo duur. Ja, dus dat vind ik altijd een beetje eigenaardig, zeg maar. En Ken, die kwam in, dat vond ik ook wel leuk, die kwam in 1961 in het leven van Barbie. En dus, die had een hele goede relatie. Tot Valentijnsdag 2004. Ja. Toen zijn ze uit elkaar gegaan. Dat leuke 43 dag. Jaar. Oh. Ja. En toen ging Barbie een beetje hollen en snollen. En met Blaine. Dat was een Australische border. Oh. En daar heeft ze een tijdje mee gedaan. En toen is het op een gegeven moment is dat weer fout gegaan. Want jij, Australisch, ook die afstand. Hij surfte er weer vandoor. En toen zijn Ken en Barbie ook weer op Valentijnsdag 2011 weer bij elkaar gekomen. En nog steeds samen. Ik weet niet waar die hele... precieze datum, wie dat dan verzint, dat zeg verzint maar. Dat verzint iemand. En er wordt gewoon wat? Wat? Ja, het zijn bijna net echte mensen zo, hè? Ja. Terwijl het zijn twee poppen. En in 1965 was Pyjama Party Barbie uitgekomen. Ja. En die had een pyjama natuurlijk en een duster, maar ook een weegschaal. Oh. En een boek met dieetideeën. Oh, wat erg. Ja, en een van die dieetideeën was Don't Eat. Ja. Dat was een van de ideeën. Past heel goed en bij Barbie. En later verdween de weegschaal weer uit het pakket. Maar dat dieetboek is altijd gebleven. Nou, ja, want ik weet niet wat Barbie at. Maar wat zij bijvoorbeeld heel goed zou kunnen eten. Oh, dat zou echt een goed idee zijn geweest. Als Barbie... gewoon een doos kon bestellen. Een HelloFresh idee. Oh, dat was echt top geweest. Ja, laten we het daar even over hebben. We hebben ons bruggetje, hoor. Voordat we terug gaan naar Barbie. Want ik wil nog wel terug. Ja. Nou ja, HelloFresh, ze helpen jou natuurlijk gewoon met je... Ja, iedereen weet wat het is. Hè? Het is een doos, die kan je elke week bestellen. Je kan je kiezen over hoeveel dagen je het wil die week. En je kan precies recepten kiezen die jij wil. En dan komt de doos op een tijd dat het jou uitkomt. Brengen ze die doos. En dan weet je dus van heel de week... heb je dan recepten die je heel makkelijk zelf kan maken thuis. Met verse producten. Ja.
En wat ook leuk is, bijvoorbeeld nu in de zomervakantie, is het misschien wel gezellig dat je zegt, hey, kom wat vrienden eten. En dan kan je ook nog even lekker op tijd dat invullen. En dan heb je weer voor heel veel met vrienden of familie. Kun je lekker grotere porties aangeven. Als je weet, donderdag komt tante Thea. En die vindt altijd heel erg lekker als iets met pasta en zo. Want daar houdt zij van. En, of juist, die is juist vegan. Vegetarisch. Nou, vegetarisch. Want vegetarisch bijvoorbeeld. Ik heb een zus die vegetarisch is, Janine. En dat vind ik altijd best ingewikkeld. Ik denk, ja, ik kan het niet weer... Ja. Wat maak je dan eigenlijk? Wat is je eerste gedachte bij vegetarisch? Pasta. Ja, waarschijnlijk. Nou, wat ik pasta ook pesto. Vaak doe, dat ik Chinees laat komen en die hebben veel groente. Aubergine schotel. Oh. Ja, het is wel heel erg lekker. Maar die vind ik lekker om erbij te doen bij iets met vlees. Dus, niet als volwaardige. Het is om helemaal alleen maar dat te eten. Nee, maar dat weten ze bij HelloFresh wel. Ja. Zij kunnen hele goede vegetarische maaltijden maken. Maar daarom is het zo fijn. En je kan dus elke keer gewoon het zelf kiezen. Dus krijg je alle goede vitamine en zo krijg je allemaal binnen. Ja. Daar houden ze ook rekening mee. En als je op vakantie gaat, ja, of onverwachts, omdat je denkt, het weer is hier niet goed, ik ga toch nog weg, dan zetten ze hem ook even stop. Kan je hem gewoon even pauzeren. Precies. Dus dat is echt super makkelijk allemaal eraan. En wat fijn is, dat er nu een actiecode is. Daar hou ik van, actiecodes. En als je Hello Isa intoetst bij de bestelling, dan krijg je tot €85 korting op die eerste 4 boxen. Dat is echt veel. Ja. En die actie is voor nieuwe leden. Ja. Maar ook voor ouderen, dat maakt helemaal niks uit. Als je langer dan een jaar geleden je lidmaatschap hebt opgezegd, dan kan je ook weer gewoon opnieuw beginnen met deze code. Hello Isa. En ja, ik weet niet, maar de grootste paprika geitenkaas plaattaart. Oh ja? Die is heel lekker. Ja? Ja. Ja, heel goed. Dus ik zou zeggen, veel plezier met de box. Ja, dus Barbie. Barbie, die heeft dan lekker gegeten. Maar er is ook een Barbie café. Oh. In Taiwan, in 2013. Helemaal roze met glitters. Oh, daar ben je naartoe. Net ik ga sowieso een keer naar Taiwan. Ja? Ja, het lijkt me interessant, ja. Lijkt me leuk om naar een keer naartoe te gaan. Maar goed, wij speelden dus ook met mijn twee zussen. En mijn oudste zus, die scheelt natuurlijk met mij 3 jaar. Of zo 4 jaar, 3 jaar. En dus die was wel net al de Barbies ontgroeid, zeg maar. Mm. Maar en we hadden zo'n toilettas, heet dat? Zo'n beautykoffer. Daar zaten alle kleding in en zo. En je was altijd een van die schoenen kwijt. Oh, irritant, dus, ja, daar hadden ze wel iets op kunnen vinden. Ja, daar wilden ze natuurlijk niets vinden, want dan ging je andere schoenen kopen. Maar dat was wel een irritant iets, ja. En bij ons gingen ze altijd wel ook zwemmen en zo en in het water. Toch? En ze werden wel echt. En de hond sjouwde ermee rond. Dus oh, het was wel, ja. Ze waren bij ons wel lichtelijk mishandeld met Shaki. Nou, ze zat best. Taki is van, hoe heet ze? Taki is toch die hond van, ja. Jip en Janneke. Oh, Jip en Janneke, dus Taki. Ja. Oh, dat weet ik niet. Shaki. Maar, Ken en Barbie waren eigenlijk broer en zus. Ja, dat is ook niet zo netjes, hè? Oei! Maar, ja. En daar kwamen ze achter die ene Valentijnsdag. En toen gingen ze even uit elkaar. Ja, en toen dachten ze later erachter. Kan mij het is al, we hebben het allemaal al lang. We hebben het al tig keer gedaan met elkaar. In Italië, dus dat maakt het uit eigenlijk. Maar ja, want die Ken was vernoemd naar de zoon van die Ruth Kendall, heette zij, geloof ik. Die zoon is alweer overleden. Die het had uitgevonden. Ruth Handler. En Barbie was naar haar dochter. Dus eigenlijk waren het broer en zus. Ja. Ik moet eerlijk zeggen, ik vond het superleuk speelgoed. Ik ook. Want... En er is nu in Leidschendam een tentoonstelling. Echt waar? Ja. Ik denk alleen nog deze maand misschien, maar dat weet ik niet. Dat heet De Nieuwe Kleren van de Koningin. Dat zijn Barbies aangekleed met afval. Dus opnieuw kleding gemaakt met afval. Het is niet dat ze een oude banaan opgooien. Succes ermee. Maar ze heeft kleertjes gemaakt van afval. Ik ben benieuwd. Van tweedehands kleding heeft ze eigenlijk? Nee, van spullen ook. Echt van afval, dus blikjes, whatever. Van blikjes? Ja, is toch leuk? Dan ga het maar eens bekijken. Het is in Leidschendam. Ja. Angelique Schipper heeft dat gemaakt. Nou ja, wat leuk, toch? Ja, ik ja, ben heel benieuwd. Maar goed, ja, hoeveel sterren geef jij de Barbie? Nou, ik wil nog één ding zeggen over Barbie, voordat ik sterren geef. Wat ik zo grappig vond, dat ze al die beroepen op een gegeven moment, dat zij daar een soort voorloper in waren om mannelijke beroepen meer naar vrouwen te trekken. Dus echt een Barbie ging voor president, Barbie ging voor astronaut. Ja. Al dat soort poppen. Ja. En de Black Doll hadden ze natuurlijk precies ook. Oh, daar had ik nog een leuke foto van. Kijk nou, 1968. Christy. Dat is een van de eerste zwarte poppen.
Dat is Christy. Ja, goed hè? Grappig hè? Ja. Maar sterren. Dus in mannenberoepen, wij deden vroeger altijd heel veel radioprogramma's maken zelf thuis. Ja. Dan gingen we elkaar interviewen en zo. En dan was dat het vaste thema. Was een vrouw die was een vrachtwagenchauffeur. Nou, dat hoor je niet vaak. U bent dus vrachtwagenchauffeur. Oh, grappig. Ja, ik ben vrachtwagenchauffeur. Nou ja. Hoe is dat tussen alle mannen? Ja, oh, elke keer. Grappig. Dus dat was, en maar ook als je daar terug hoort, dat je denkt... Er was ook eentje die was dan dokter geworden. Maar dat vonden we eigenlijk al een tram te ver. Zeiden van, ja, maar u bent dus dokter. Maar hoe, dus geen verpleegster. Nee, ik ben geen verpleegster. Je kon er daar niet bij. Kon er bijna niet bij. Dat een vrouw dokter zou zijn. Een vrouw dokter, dat zal waarschijnlijk nooit gebeuren. Dat is wel veel gebeurd in jouw leven, zeg. Ja, dat is echt zo dat je denkt, nou, gekker moet het echt niet worden als een vrouw dokter is. Nee, dat is echt dat is toch iets. Wel ja, hè? Ja, maar dat was het vaste thema altijd. Als ik nou die programma's was, dan is dat het, het. Nou ja, en ik vind het, wat ik wel goed vind, dat ze op een gegeven moment ook andere lichaamstypes gingen maken. Ja. Dus kleiner, wat molliger. Maar ook met in een rolstoel. In een rolstoel, ja. Met een prothesebeen. Is ook een Barbie, vertiligo, daaruit de vlekkerige, mag ik dat zo zeggen, de huidaandoening. Ja. Down-syndroom. Ja, precies. Ja, vind ik wel goed dat ze het allemaal doen. Ik ben ook benieuwd of die nou heel veel verkocht werden. Ik zag een filmpje daarvan dat moeders en heel blij waren. Zo, nou herkent mijn kind zichzelf wat meer. Ja, dat is natuurlijk super fijn. En dat snap ik. Dat is heel goed. Ja, dat is hartstikke fijn. Ja. Ik zeg sterren. Sterren, want heeft het ook bijgedragen aan de manier waarop jij met je lichaam bezig bent? Ik dacht dat je naar relaties kijkt, omdat ik vertelde met over... met die rode haar. Dat je mensen met rood haar dan denkt, oeh, dat is dan wel de... Dus de gemene... Ja. Nee. Nou, die Barbies zijn natuurlijk eigenlijk allemaal wel heel dun. Lange, dunne benen. Ja, daar ging het over. Dus dat voor die tijd hadden alle baby's... daar begint ook die film mee, Barbie. Al die kinderen hadden gewoon baby's als pop. Dus al die poppen waren baby's. En toen... Die Ruth Handler, die had ineens een volwassen vrouw. Gewoon een volwassen vrouw. Die, dus iets in de toekomst. Dus niet... Je gaat met een babypop spelen. Ja. Nee, dus is het antwoord bij jou? Nou, ik lijkt me niet. Nee, lijkt me ook niet. Nou ja, het is natuurlijk wel zo. Als je homo bent en... Heel de tijd wordt voorgeschoten dat Ken en Barbie samen zijn. Dat eigenlijk de ideale wereld is. Ja, en zo. Dat is wel dat waar. Doet wel iets met, denk ik, met daar hebben kinderen. Ze nog niks mee gedaan, denk ik. Twee man, ja, dat kun je zelf spelen Dat hoeft Ken niet te zeggen. Hij heeft nog steeds niet gezegd dat hij homo is. Nee, dat kan je zelf dus voor kiezen natuurlijk. Nee, hij zit met Barbie. Geloof je me gay niet? Ken. Ja, dat duw je elke keer zo tegen een andere man. En dan wil je elke keer maar weg. Nou, ja, dat zegt hij. Dus. Zelfs naar die rode wil met alle respect. En ik vind het natuurlijk prima als je zo bent. Maar ik ben niet zo, zegt Ken dan. En dan kruipt hij weer bij zit hij weer bij Barbie. Ja. Oh, ik geef dat Barbies. Ja, dat hebben ze nog steeds niet. Nee, niks meer gedaan. Ze zijn zo ver, maar dat. Gewoon die gender kwestie vind ik ook dat ze daar wat mee gewoon moeten. Gewoon homo Ken. Nou, ik vind Barbies gewoon heel erg leuk. Ik zou niet weten wat er mis mee is. Ik geef lekker 5 sterren. Een beetje down einde, maar dus oké. Okay. Het enige waarvoor ik dus een ster laat vallen... is dat het inderdaad wel heel stereotyp is. Ja. En dat ze daar ook wel laat aan zijn begonnen om dat te veranderen. Dat was in mijn leven, in mijn speelleven, jawel, zeg maar. Dat hebben we helemaal gewoon niet meegekregen. In 1968 was de eerste zwarte pop. Toen was ik één. Ik heb die poppen ik nooit ook gezien. Één of zo. Toen was jij 3. Waarom kies je nou zo hard lacht? Ik doe toch 4. 1, 2. Dat mag. Ja. Leuk. Nou, heel goed. Dan gaan we nu door naar de privé. Dus door op Barbie. Ja, maar ik snap dit dus helemaal niet, moet ik heel eerlijk zeggen. Wat snap je niet? Die hele privé is bijna Barbie. Dat de eerste... Knap? Nou ja, dat... Ik vind het zo raar dat je dan... Dat je als je privé bent... Dat je een film die al... Ik weet niet hoe lang uit is... Dat je daar iets van... 26 pagina's aan besteedt. Ja, is pittig. Terwijl, ja, ik denk dat Evert Santegoeds naar die film is geweest. En ik ben benieuwd de volgende week het 26 pagina's over Oppenheimer ja, gaat. Ja, precies. Dat denk zal niet. Dan niet, denk nee, ik. Nee, dat denk ik ook niet. Dat durf ik best wel geld op in te zetten. Dat Evert daar niet zoveel tijd aan besteedt.
Maar ik vond dit dus te veel. Dus dat heb ik helemaal overgeslagen. Oké. Okay. Want daar heb ik dus geen... hij is uit. Dus je hebt niks te melden. Oh. Want hij bestaat natuurlijk uit meer. Want Jan Uriot heeft natuurlijk ook weer... had natuurlijk die, lekker door blijven werken. En die heeft... die heeft nu... doet hij een soort... heeft hij op zijn pagina Showtime... heeft hij een soort nieuwe layout. Zie je dat? Dan heb je uitgekeken... kroegdate, team en hart. Dat is een soort... Oh, een nieuw vieren blokje. Een noodleuk blokje. Een soort nieuwe fonds. En hij had een heel... vond ik wel fascinerend stuk over 40 jaar geleden. Dat is altijd leuk. Ja. 40 jaar geleden was Willy Dobbe... dat gaat bij je natuurlijk geen bel rinkelen. Willy Dobbe? Willy Dobbe. Nee? Willy Dobbe. Dat was bij ons altijd als er gewoon iets vanuit de rij moest worden gepresenteerd. Of er was iets met toch iets Willy met Dobbe. Showtrap. Dat was Willy Dobbe. Was er altijd. En Willy Dobbe was een beetje showachtige presentatrice, zeg maar. Gedegen... Barbie-pop-achtige vrouw was het wel. Of la lettre? Ja. Wauw, ja. Willy. En in 1983 vertelde de toen 39-jarige Willy Dobbe... exclusief dat ze jaren gebukt ging onder een waanidee. Oh. Ja. De trotspresentatrice had veel last gehad... van onder meer slapeloze nachten bij de gedachte... dat ze op een vervelende manier oud zou worden. Oh, op een vervelende manier. Op een hele nare manier oud zou worden. Gaat het nog uitleggen? Het gevecht tegen de ouderdom werd een obsessie. Oh. Maar die nare gedachten verdwenen als sneeuw voor de zon... toen ze de sappen van kefir begon te drinken. Ik denk dat dit echt product placement van la lettre was. Dat dit al een soort reclameachtig iets was. Wat zij gewoon... Ja. Het is een wondermiddel uit de... Caucasus. Wij noemen het hier in Nederland het yoghurtplantje. Mensen in de Caucasus bereiken gemiddeld de leeftijd van 100 jaar. Nou, gemiddeld de leeftijd van 100 jaar. Dat is gewoon helemaal niet waar. Dat kan helemaal niet. Nee. Maar goed, ziekte als tuberculose kennen ze daar niet. Ik drink het nu 4 weken en voel me al jaren jonger. Ik heb geen slapeloze nachten meer en zie de toekomst nu veel zonniger tegemoet. Ik sta nu zo positief in het leven dat ik er zelf aan denk om moeder te worden. Nou, 39 moet ze wel door blijven drinken. Dat was lang geleden al een wens van mij. Maar door mijn waanidee over ouder worden... heb ik die wens lange tijd geparkeerd. Maar het kan nog. Dus wie weet ben ik binnenkort ook nog zwanger. Joehoe! En dat allemaal... Ja, zo klinkt het bijna. Alsof ze achter op een fiets zit. Iemand zegt, joehoe, het gaat zo goed met mij. En dat allemaal door de positieve krachten van kefir. Ja. Wat een raar verhaal. En het staat er ook, het was ook 40 jaar geleden. Kees Brussen vond na de scheiding van zijn tweede echtgenoot Marlou... bij Liz Nooyink een schouder om op uit te huilen. Dan dat denk was een ik charmeur. Altijd dat hij al was begonnen met huilen. Voordat die scheiding Voordat helemaal scheiding rond was. Helemaal rond was, ja. Dat denk ik dan. Ook. Ja, denk je niet. Zo moeten we Liz, moet je Liz eens bellen. Ja, ik dacht vroeger, maar dat heb ik al 100 keer gezegd... maar toch, ik wil het nog wel een keer vertellen. Ik dacht altijd dat zij Liz Nooyink heette. Oh. Maar ze heet Liz Snooyink. Maar ik had haar dus in mijn telefoon onder de N. Dus van Liz Snooyink. Nee, dat klopt niet. Nee. Net als, leuke vrouw. Hele Liz. Leuke vrouw. Ik heb met haar gespeeld. Wat? Vrouwvleugel. Met Barbies. En nam ik altijd mijn Barbies mee. Toen was ik 23. Klopt dus wel wat je zei. Maar wat had je met haar gedaan? Vrouwvleugel. Vrouwvleugel, ja. Ja. En er staat een groot artikel in over koning Boudewijn in België. En die regeerde met ijzeren hand, zeggen ze hier. Jarenlang ging vorst tekeer tegen frivole schoonzus Paola. Ja, die Boudewijn, dat was de koning voor koning Albert nu in België. Ja. En die was heel erg gelovig. Zij waren een soort... Ik heb laatst een documentaire over gezien. Zij waren een soort filiaal van de paus. Van het Vaticaan, ja. Hij heeft ook, wat ik echt belachelijk vind... maar goed, ja, in België vindt het dan allemaal prima. Hij heeft één dag zijn koningschap opgegeven. Omdat hij heeft afstand gedaan van de troon voor één dag. En waarom? Want hij wilde geen wet tekenen die abortus toe zou laten. Dus toen zei hij, nou, dan ga ik één dag treed ik af... dan gaat die wet erdoor en dan treed ik weer aan. Nou, dat vind ik echt, dat vind ik zo erg. Wanneer is dat gebeurd? Ja, datum erbij? Ja. Ja, is heel lang geleden. 1978. Ik weet het niet. Ook zo hoopvol Chris aankijken. Ik weet het niet. Bizar. Ja, zeg, bizar dat kan. Dat kan en dat je dat als land ook accepteert. Ja. Hier zouden wij denken, ja, dat kan niet. Ja, daar ben ik benieuwd naar. Ja, dat is waar. Ja.
Die wordt ook wel veel vergoeilijkt. Ja. En er staat een groot stuk van Jan Uriot. Ja hoor, die heeft een groot stuk geschreven. Henk Krol, 24 kilo lichter, kan ik Den Haag weer aan. Echt? Hij is 24 kilo lichter geworden. Kijken. Ja, nou hier, zo voor zijn camper, ziet hij er wel slank uit. Ja, dan zie je het wel. Nou, je ziet ook wel een beetje zijn gezicht. Een beetje. Ja, maar soms zie je dat niet altijd heel erg in iemands gezicht. Dan denk je... Oh, maar vaak is het juist in het gezicht gaat het een beetje trekken. Had hij dan vaak... zo... Hij had toch niet zo'n dikke kop? Nou, maar hij gaat in ieder geval weer terug de politiek in. Maar ik denk dan altijd, afgetraind lijf drijft hem de politiek in. Dat is Jan Uriot. Maar, maar hij gaat dan nu bij Wibren van Haga. Maar dat is een hele rare, beetje soort PVV-achtige partij. Dus ik snap nooit zo goed wat zijn echte ambities... Ja, zijn ambities... Maar ik snap zijn kleur überhaupt niet zo. Nee. Ik weet ook niet wat hij nou vindt en wat hij niet vindt. Nee. En, dus die Airbnb is weg of zo? Nee, want hij doet die dus nou in in Spanje of zo. Maar dat is een enorm complex. En daar is hij niet. Dat is ook niet. Hij is niet de eigenaar daarvan. Oh. En ze hebben 65 bungalows. Dus een enorm ding. Ja. Oh, jeetje. Dus hij gaat één keer. Hij gaat de hele tijd op en neer. Met het vliegtuig, denk ik. Naar Spanje op en neer om daar... Het bomenplaats. Er zal wel een bos hier en daar op ontstaan. Doen. Ja. Dat is ook wel gezellig voor als je daar in zo'n huisje zit. Ja, een beetje groen hebt. Dat is heerlijk natuurlijk. Dus ik vind het eigenaardig dat hij nou weer terug... Denk ik, gewoon, blijf nou lekker waar je bent. En hoe ben oud daar is hij? Gelukkig mee. Hij toch... Dat zal er zeker mij zijn. Dat staat Jan altijd bij, toch? Die zoekt altijd uit. Dat die zegt altijd 73. Dat... Zo, en dan wil je nog de politiek in. Maar hij is dus... 5 jaar ouder dan Marianne uit B&B voor Liefde. Dat is wel echt niet te geloven. Wauw, als je dat zo zegt. Ja, hè? Ja, dat is niet aardig, maar zij ziet er wel ouder uit. Je hebt het mij laten zeggen. Nee, jij denkt toch. Nee. En door. We gaan naar de moderne etiketten. We gaan naar de moderne etiketten. Oei, 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 het is toch wat. Ja, je hebt dus beloofd mee te gaan. Als een plus one. Naar een bruiloft. Tot wanneer kun je dit afzeggen? Nou, dat was wel grappig, want er waren zoveel mensen die zeiden... Wat is een plus one? Ja, had ik uitgelegd nog even. Ja, vond je duidelijk? Vond je niet duidelijk? Ik vond het wel een goed filmpje ook. Kwalitatief ook, zeg. Dat je denkt, daar moet jij meer mee doen. Nee, maar ik wil altijd zo heel graag... Ik denk altijd bij mezelf... Ga ik een hele korte cursus doen... hoe ik filmpjes kan monteren en zo. En dan denk ik elke keer... Oh ja, dat ga ik doen. Ga ik nu doen. Hoef je ook geen cursus voor te doen. Ik leg het je wel een keer uit. Het is vrij simpel. Oh, okay. Iedereen vindt het heel hilarisch. Je wordt uitgelachen. Maar goed, ja, dat laat het beestje maar bij de naam noemen. Je wordt gewoon keihard uitgelachen. Op mijn plek gezet... Daar hou ik zo van. Ja, wil ze graag op mijn plek gezet worden. Ik wil op mijn plek gezet worden. Ik wil een ander graag op zijn plek zetten. En ook voor de mensen die zichzelf er tegen willen komen. Nee, dan kom ik mezelf tegen. Alsof, hoezo wil je jezelf tegenkomen? Ja, ik kijk in de spiegel, zou ik zeggen. Ja. Maar goed, de plus one had je uitgelegd. Hoeven we niet nog een keer te doen. Je bent gewoon meegevraagd. Je wordt meegevraagd. Door iemand die zegt, ik heb een huwelijk en zou je het leuk vinden om mee te gaan? Ja, eigenlijk was iedereen daar best wel stellig in. Wat ik wel terecht vind ook. Je kan niet zomaar afzeggen. Nee, maar als je dat bij mij zou doen... Ja, bij jou weet ik helemaal. Oh, nee, maar dan, je moet dan meteen zeggen, daar heb ik geen zin in. Prima, dat kan natuurlijk. Dat hoeft toch helemaal niet. Nee. Maar als je tegen mij ja hebt gezegd, ik ga mee... en je gaat dan een dag of 2 dagen van tevoren zeggen... Nee, of ik ben moe, of ik... Want dat vind ik ook altijd... Heb ik nog nooit in mijn leven gezegd... iets afgezegd omdat ik moe ben. Maar er zijn mensen die zeggen... zit een scheet dwars en ik ben moe. Ik kom toch maar niet vanavond en zo. Daar kan ik helemaal niet mee omgaan. Ik weet het. maar het is... maar heel veel mensen waren daar dus eigenlijk heel stellig in. Mm-hmm. Behalve van als je het 3 maanden van tevoren weet... Ja, tuurlijk, kan je het nog afzeggen. Ja, of als je been eraf ligt of zo. Ja, dat nee, snapt ik ook iedereen. Geen reden. Nee, maar dat snapt iedereen, tuurlijk, snap je? Of er is iets anders ergens gebeurd. Dat is allemaal prima. Ja, waarom zou je ineens... Nee zeggen. Het geeft iets aan, denk ik, over de vriendschap. Dat je meteen dan denkt, ja, haar ga ik dat ook nooit meer vragen. Dat denk ik ook. En dat denk ik ook altijd bij mensen die te laat komen. Denk ik altijd, ja, dat zegt dus eigenlijk meer over hoe je de ander ziet dan dat jij altijd te laat komt. Ja. Nee, niet jij, maar men. Nee, want jij bent helemaal niet te laat. Nee. Maar ik bedoel, vandaar. Ja. Dus hoe ver zou jij vooraf afzeggen? Zo'n geval? Ja, dat moet je heel snel afzeggen. Maar er is dus blijkbaar een reden. En dat zijn waarschijnlijk hele of slechte redenen. En dat is dus heel vervelend. Want dan kan je beter denken, ja, het is een slechte reden, maar ik moet gewoon meegaan. Het kan meevallen. Het kan.
ja, wat je zegt, als het moe is, dat slaat natuurlijk al helemaal nergens op. Een huwelijk, dat zeiden ook heel veel mensen. Daar worden natuurlijk de couverts worden betaald vooraf. Ja. En dan kan je zeggen, jezus, wat een getrut. Nou, dat vind ik onaardig naar mensen toe die dit, zo'n huwelijk helemaal organiseren. Ja. Dat zeiden ook een aantal mensen. Ik heb die rekening wel eens moeten betalen dat mensen niet kwamen. Ja, oh, dat is natuurlijk vervelend. Ja. En jij? Nee, ik vind gewoon... Het is eigenlijk wel duidelijk. Ik zou natuurlijk nooit ja zeggen, omdat ik zo'n groot feestje... Nee, jij zou hem niet meegaan. Als plus one, als je niet eens echt iedereen heel goed kent of zo, zou ik het helemaal eng vinden. Nee, en dat plus one bestaat ook volgens mij niet zo extreem meer bij ons. Dan inderdaad, in Amerika is het wel veel groter, heb ik het idee. Nou, ik ben eens een beetje gaan nadenken. Dacht ik, ja, eigenlijk ken ik het zelf niet heel goed als een plus one. Oh, ik wel. Ja? Als je gewoon, ja, als je een feest hebt en bijvoorbeeld en Karim's in buitenland is weg en je denkt, gewoon, heb ik geen zin om alleen naartoe te gaan. Gewoon zou jij, vind je het leuk om daarmee naartoe te gaan? Ja, dat dan, is het eigenlijk. Dat al. Is al een plus one. Ja, dat is waar. Ja, het is een beetje de officiële titel misschien, maar dat is het wel. Ja. Dus en als je dan ja tegen mij zegt, ja, dan kom ik gewoon met de politie voor je deur staan en dan stap je gewoon in. Ja, nee, maar dan, ja, dan we gaan er gewoon en naartoe. En dat maakt jou dan ook niet meer uit dat iemand eigenlijk geen zin heeft? Nee, dan. Maakt mij geen ruk uit. Want het gaat gewoon mij, mee. Nee, dan heb je maar geen zin. Ja, je maakt je maar zin, zei mijn moeder altijd. Maar dan moet je maar gewoon even jezelf overheen zetten. Want het is voor mij meer dat, ik vind het fijn, ja, nou ik vind het fijn om op zo'n feest gewoon een vluchtheuveltje te hebben. Waar ik altijd kan schuilen. Waar ik altijd naartoe kan. Als ik denk, dan ja, dat, dat is kan. Wat het is. Ja, dat wil je. Ja. Je wil gewoon, iemand als je het even niet waar weet, kan denken, iemand even stil oprecht. Als er op aankomt, voel je bitter, voel je vecht. Pas als je iemand hebt met je lachen, met je vriend, dan pas kan je zeggen, ik heb een vriend. Er wordt weggekeken. Ken je ook niet. Dat is van Toon Hermans. Toon Hermans wel eens van gehoord? Toon Hermans. En Toon Hermans een beetje, ik vind het zelf een beetje een... Ja. Mijn vader was dol op die man. Ja, mijn moeder ook. Dol op die man. Ja, mijn moeder ook. Mijn moeder ook. Oh. Ja, ja, ja. Ja, dus eigenlijk is het heel duidelijk. Hier zijn weinig... Heb ik ook geen hele goede verhalen over gehoord over Toon Hermans zelf. Oh, ik dacht ook... Had je ook hem meer? Mijn vader en jammer. Nee, zeker niet. Nee, dat is waar. Hele dubbele verhalen. Ja. Maar dat is vaak, hè, met komieken. Jezus zegt. Gewoon, dat wordt gewoon even zo, ja. Een sneer. Je hoeft hem niet aan te nemen. Isa sneer geeft sneer aan Mark Marie. Sneer. Ja. Aan partner. Nou ja, we zijn eruit. Je kan niet afzeggen. Nee, dus als je dan zit te luisteren en je denkt, goh, ik heb morgen ik heb geen zin. Maak maar zin. Maak maar zin. Maak maar zin. Het valt altijd mee. Je stelt die ander niet teleur. Je zult zien dat je daarna denkt, oh, blij dat ik niet heb afgezegd. Nee, want dan ga je maar in een hoek zitten met je telefoon de hele tijd. Dat maakt helemaal niet uit. Als je maar meegaat bij binnenkomst en weggaan en dingen, dan is het hartstikke fijn. Het vluchtheuveltje zijn van iemand. Ja. Heel belangrijk. Ja. Oké, dan zijn we daar weer uit. Tot de volgende. Tot de volgende.